Op bevrijdingsdag hebben jullie veel shows gedaan en daarna volgens mij nog eentje, wat ik zag in jullie touragenda. En nu begint het weer eigenlijk pas eind augustus. Hoe zijn jullie de zomer doorgekomen? Oeh, ja, met een paraplu. Nee, we zijn... Na de bevrijdingsfestivals hebben we natuurlijk wel een hoop voorbereiding werk voor de theatertour gedaan. En daarnaast hebben we ook vakantie gehad. Dus we zijn een paar weken zijn we allemaal weggegaan of iets anders gedaan. En eigenlijk zijn we, we zijn net 2 weken terug. Ja. 2 weken, ik weet het niet. Anderhalve week of zo, ja. Dit hele jaar is voor ons heel duidelijk, staat volledig in teken van het theater. En dat betekent dat we eigenlijk in januari zijn begonnen met de meest basale voorbereiding op de theatertour, zou ik maar zeggen. En helemaal aan het einde van het jaar doen we onze allerlaatste theatershow. Dus wat we in de zomer hebben gedaan, dat is vooral ook het voortzetten waar we in januari al mee begonnen zijn. En dat is iets wat hopelijk op 23 september in Rijswijk tijdens onze eerste theatervoorstelling gestalte gaat krijgen. En op 26 augustus staan jullie eerst op de Uitmarkt, waar jullie al iets laten zien van wat er gaat gebeuren in het theater. Zien jullie dat als een try-out? Nee, helemaal niet. Dat doen we eigenlijk gewoon een hele kleine flarren van de theatershow daar. Want wij sluiten eigenlijk de Uitmarkt af op vrijdagavond. Dus, op het Hoofdpodium, het Museumplein. Dus we gaan daar gewoon een boel van onze oude werk ook laten horen. Want... De reden dat we er staan is weliswaar dat wij een voorproefje gaan geven van dat wat we in het theater gaan doen. Dat is waar de Uitmarkt uiteindelijk voor bedoeld is. Wat speelt er straks op de Vaderlandse podia. Maar het is inderdaad ook nog best wel, het is nog steeds een maand voor de voorstelling en decor, het hoofdpodium op de Uitmarkt is zoiets anders dan waar we zo meteen in die... Wat we uiteindelijk gaan doen. Dus, dus wat we gaan laten zien op de Uitmarkt is een klein glimpje van wat je straks in het theater in optima forma voorgeschoteld gaat krijgen. En we sluiten dan het laatste gedeelte van onze Uitmarktshow. Dat wordt gewoon heel duidelijk het bekende gezicht van me ook. En dat is ook wel, ik denk dat het ook wel goed treffend is. Want als je op zo'n enorm podium staat op het waanzinnig grote Museumplein, dan moet je ook wel nog eventjes wat bekends beuken voor de mensen. En knallen. Je zegt in januari zijn begonnen met de meest basale voorbereidingen. Is dat toen het idee ontstond of was dat al eerder in het najaar bijvoorbeeld? In het najaar ontstond het idee om een theatertour te doen. En ik denk dat wij hebben eigenlijk voordat we er echt in zijn gedoken hebben gezegd van het zou een goed idee kunnen zijn om dat te gaan doen. Maar vindt men in de theaters dat bijvoorbeeld ook? En het mooie is om te zien, dat vond ik ook wel trotsmakend, dat je als band in de afgelopen 4-5 jaar blijkbaar zoveel bereikt hebt, dat je je min of meer gekwalificeerd hebt om door te stomen ook naar een ander circuit. Ik bedoel, van je, een band begint in een popcircuit, dat is logisch. Een band begint niet in een theater, weet je, een popband. En wij hebben blijkbaar door het succes van de eerste 2 platen en alle bijbehorende festivals, onze uitverkochte tours, hebben we het vertrouwen ook in dat andere circuit blijkbaar weten aan te boren. Waardoor we, wij lieten het onderzoeken en het was bizar. We kregen binnen een paar dagen kregen we door van, dit is een lijst met de theaters die een optie hebben genomen op Moking het theater doen. Dus wisten wij nog helemaal niet wat we wilden gaan doen. Maar ja, dan blijkt opeens dat er een mogelijkheid is. En toen? Ja, toen moesten we beslissen of we überhaupt de theaters in wilden. Want je dat kan je wel voorstellen dat we daar niet om staan te springen. In ieder geval ik niet. Maar met lange discussies achter de rug. Ik wist in ieder geval wel één ding zeker. En dat was dat ik niet zomaar Mook in het theater wilde gooien.
pardon, aan alleen maar mocknummers daar op een akoestische gitaar staan spelen. Dat vond ik echt zo'n onzin. Dus ik heb gezegd van als we de theaters ingaan, dan moeten we wel iets doen wat wel voor de band ook uitdagend is. En waar je, dat je echt iets met iets heel anders kan komen.